In een stormachtige windvlaag verloor een automobilist donderdag op de A32 tussen Grauw en Akrum de caravan achter zijn auto. Het gebeurde tijdens een zware regenbui op de snelweg toen de windvlaag vat op de caravan kreeg en het vakantieverblijf achter de auto wegblies. Gelukkig reed de caravan direct de weg af, hobbelde een stuk door de berm en kwam in de bosjes tot stilstand. Het deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie en Rijkswaterstaat kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen. Een berger heeft de caravan vanuit de bosjes naar de weg getrokken en weggesleept. De eigenaar en zijn vrouw bleven gelukkig ongedeerd en konden zelf met hun auto verder rijden.